Ja, lieve vrienden, ik heb het doosje hier in mijn handen. Ja, lieve vrienden, en zoals jullie zien, heb ik ze nou met crème gedaan. Ja, hallo lieve vrienden, een hele goede middag. Het is vandaag maandag 26 oktober en we leven om 14 minuten over 1. Ik heb gisteren mijn haar gewassen. Ik ben trouwens het hele weekend niet online geweest, want ik had knallende hoofdpijn. Dat was dus migraine, dus ik bekijk het allemaal maar. Ik ben nog niet helemaal in mijn orde, maar oké, ik kan de pret niet meer boeien. Vandaag ook een week geleden, tenminste vanmiddag, om 3 uur was het een week geleden dat ik naar de dierenarts moest wezen. En zo rond 3:45 dat ik mijn prinsesje heb in moeten laten slapen. Dus ja, galgenhumor noemen we dat dan maar. Ik ben ook nog heel erg boos geweest op een onbekend iemand hoor, hier al in de stad. Hij woont hier wel in de buurt. Hij heeft zelf één keer zijn eigen hond geschopt. En die zei tegen mij van waarom huilen? Het was maar een beest. Hou jij dan niet van je dieren? Vroeg ik hem. Het is maar een beest. Als die gaat, dan gaat hij. Lekker belangrijk. Ik zeg, dan ben jij geen dier waard. Ik zeg, want dat werkt zo niet bij ons mensen die van dieren houden hoor. Ik zeg, een dier is voor ons niet zomaar een dier. Het zijn onze kinderen als het ware. Ook al hebben we kinderen, ze behoren erbij. Want je voedt ze net zo op als je een kind opvoedt. Ik zeg, jij geeft je hond een schop. Ik zeg, dat heb ik toen gezien. Ik zeg, geef jij je kind ook een schop? Als hij dat nodig hebt wel. Ik zeg, pardon? Nou, ik zeg, mag voor jou hopen dat ik dat nooit zal zien, want ik geef je aan. Ik zeg, ook met je hond. Ik zeg, ik had er toen wat aan willen doen. Ik zeg, maar kon jou niet beroepen, ik zie, je liep te snel. Ik zeg, maar je was van mij geweest. Ja, ik zeg, eerlijk waar. Ik zeg, nee, met een vuil, vies, smerig monster. Die geen kind en geen dier waard is. Ik zeg, misschien ook wel geen vrouw. Ik zeg, ai. Ik was woest op dit moment. Maar in ieder geval, Rijka die heeft wat lekkers gehad. Die zit daar op te kauwen. Hé? Ja nou. Lekker hè. Nog een stukje. En ze had nog wat gekregen, maar dat schijnt al op te zijn. Ja, yeah, dat was donkerbruin. Lekker meisje. Oh, zo'n lekker kind. Is dat zo lekker? Maar in ieder geval, nee, ik ga ook wat uitproberen vandaag. Ik moet er eerst van naar boven toe, dat neem ik mee naar beneden toe. En ik moet een verhoging hebben voor de spiegel. Ik heb crème gekocht om mijn wenkbrauwen te doen. Daarna kan ik me tenminste ook weer een beetje op gaan maken. Maar ik wil dus in plaats van met padlood, kan je dat met crème doen. En dan hoef je een tijdje niet weer. Dat is net zoals met je haar. Maar voor mijn haar, ik moet zien hoeveel geld ik overhoud. En dan ga ik lekker naar de kapper. Ik zat de vorige keer al, maar eeuwen ging voor. Ja, nou en... Ik hoef nog geen kipfilet meer te kopen. Ah, dat was ook iedere week 12 nog wat. Ik had het voor mijn beestje natuurlijk over, logisch. Maar ik heb nou nog kipfilet in de vriezer leggen. Ik heb van die kleine, ik had al kleine stukjes in een boterhamzakje gedaan. Daar heb ik al soep voor gekookt. Ik heb 2 bakken. Nog met soep in de vriezer gezet en ik heb het hele weekend soep gegeten. Dus ik ben het even zat. Ik had er een soep van vol.
Die grote, de echte soeppan. Nou ja, dat was vol. En nu wacht ik ook nog op... moeilijk hè, namen. Oh, Astrid. Te wachten, want ja, die wil ook koffie. Nou, dat kopje die heb ik met de hand even afgewassen. En dat kan dan ook na die tijd in de vaatwasser. Ja. En dan doet me nog steeds wel veel verdriet, maar het leven gaat weer door. En ja, jullie weten ook dat ik er al thuis heb, jullie weten van de kaarten, maar er is er nog eentje die heeft mij ook een kaart gestuurd, dat zal ik morgen aankrijgen. En dan gaat ook iets moois maken met een foto van Eeuwen. Nou ja, oké, gaat je gang, maak je veel plezier ermee. Ja toch? Hartstikke lief bedoeld voor van hem, maar hij weet dat ik zelf plaatjes maak en dat ik daar heel goed in ben. En ik krijg ook al van wildvreemde mensen te horen waar ik ze vandaan haal. Ik zeg nou van mijn computer, lieve mensen, want ik maak ze zelf. Oh, wat bent u dan goed? Wat kan u dat dan goed? Sorry hoor, ik doe mijn werk en ik hou niet van smerige, vieze plaatjes. Je hebt ook wel eens, dan neem ik even een voorbeeld van een roos, hè. Als je die dan op een zwart achtergrond zet en je ziet daar nog een witte kartelrand omheen, dat is vuil. Dat moet weg. Je mag dat niet meer zien. Ook niet wanneer je het gaat verzachten. Dat mag niet. Het moet rood zijn. En het moet netjes zijn. Nou, ik haal dat weg. Ik vind dat niet mooi. Ik zou zelf zo'n plaatje niet willen krijgen, want dan leg ik hier in een deuk. Gadverdarrie, dat kan ik beter, weet je. Zo heb je ook, programma's, daar kun je het ook meemaken. En dan heb je al eigenlijk een plaatje, die is dan al klaar. Maar dan kan je een eigen foto erachter zetten, weet je wel. Ik weet het zo 1, 2, 3 niet meer hoe dat heet. Pixie of zoiets, weet ik veel. Of bling, 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 weet ik hoe het allemaal heten mag. Maar in ieder geval, daar zie ik ook wel eens naar. En dan denk ik, mensen, jullie zijn ook een bekend iets. Want anders geef je de mensen dit niet als het ware cadeau om hun plaatjes mee te maken. Maar maak het dan goed schoon en zet het mooier in elkaar, want dat kan. Als je het maar goed schoonmaakt, dan zie je daar niks meer van. Dat is toch vies? Ik bedoel, ik geef toch ook niet iemand een kopje met koffievlekken erop? Dat doe je dan toch niet? Dat was je dan toch af? Ja, ik heb net dat rode kopje voor er ook afgewassen. Ja, nou, ja, dat doe ik dan even met de hand. Maar ik bedoel, je gaat niet iemand iets geven wat vies is om uit te drinken. Dus je gaat ook niet iemand een kaart op Facebook geven die ook niet mooi is. Nee, dat vind ik van niet. Hé, Rijka? Nee, dat doen we maar niet. Maar oké, ik ga... Hoe laat leven we? Ja, ze kunnen ook straks wel komen. Maar ik ga naar boven toe. Ik ga dat spul allemaal even halen. En daarna kom ik nog even weer terug om met jullie te laten zien wat ik bedoel. Ja, en het is niet duur. Het was maar één nog wat, dat spul. 1,98 zoiets. En je kunt er geloof ik 15 keer meedoen als je het goed, de verhoudingen goed doet. Nou, dan mag maar een centimeter van dat crème. Nou ja, dat is een beetje weinig, een centimetertje, ja. Maar je moet het nog mengen met iets anders. En dan zit er een bakje bij en er zit een roerstaafje bij. En de andere kant is een soort met borsteltje. Maar ik heb ook nog een ander ding, die heb ik ooit gekocht bij Wish of AliExpress, weet ik veel, bij wie van de twee. Moet je tegen je neus aanzetten en er zit zo'n dingetje in. Maar dan moet je toch ook met je wenkbrauw meegaan. Want hij gaat natuurlijk omhoog. Nou, ik ga hem denk ik eerst een beetje verbuigen als dat wil. Dat ik hem in dat model krijg. Want hij zit niet tegen mijn gezicht aan natuurlijk. Wel hero, maar voor de rest dat blijft wel vlinder. Ja,
Maar oké, ik laat dat jullie straks allemaal even zien als ik er weer mee beneden ben. Ik zou zeggen tot dan. Ja, lieve vrienden, ik heb het doosje hier in mijn handen. Dat is dus, mede voor 15 keer te doen. Maar dat is allemaal zo klein om te lezen en ook dat boekje wat erbij in zit, dat ik had er een vergrootglas erbij nodig. Ja, kun je nagaan. Maar ik geloof dat het 15 beurten is. Wat er dan in zit, nou, dan zullen we hem open doen. Dan haal ik het boekje in al eruit. Dat is dus zo'n tube. Ik heb dus zwart, want ik heb altijd zwarte potlood. Een mengbakje, heel klein, heel in de mini. Een flesje. En een roerstaafje met een borsteltje er tegenaan. Dus ja, daar moet ik het mee doen. Dat moet ik dus, ja, een boekje open willen. Allerlei talen. Je moet eens uitkijken dat je het niet in je ogen krijgt, maar dat is logisch, hè. Dat zijn de talen die we totaal niet kunnen. Crème voor wenkbrauwen. Nou ja, voorzorgsmaatregelen moet je dus treffen. Nou ja, dat is logisch. Dus ja, we gaan gewoon proberen. Ja, loop ik beschut, loop ik beschut. Goed, we zelf alweer uit. Ja, toch? Dus, we gaan het gewoon proberen. En we zullen het zien. Ja, maar ik doe dat zonder jullie, want anders ga ik helemaal trillen, ja. Laat het wel na afloop zien. Simpel zat. Maar ik ga eerst een bakje koffie maken. En ik wil ook niet bezig zijn als Astrid binnenkomt. Ik zet het wel allemaal een beetje klaar. Maar ik ga er allemaal niet beginnen. Eerst een bakje koffie. Want Astrid die kan dus elk moment dacht ik wil komen. Ik heb een handdoek mee. Die doe ik om mezelf heen. Want ik ga eerst ook... zien hoe ik moet houden. Een maskertje nemen. Ja. Dit is komkommermasker. Lekker verfrissend. Ja, nou. En ik heb een spiegel mee. Ik heb wattenschijfjes mee. Ik heb crème mee. En moet hij wel willen. Moet ik hem nog even schoonmaken. Zo, dat ding. Nou ja, dat gaat dus hup, bril af. Ja, nou, dan moet dat toch mee willen gaan. Ah, dat wil allemaal niet. Dus ik denk, ik ga hem een beetje buigen. Kijken of dat wil. En dan moet hij ook nog. Die kant op. Een beetje naar beneden, weet je. Maar ja, ik ga hem eerst ook even schoonmaken, want hij is zwart van mijn pakloodje. Dus even schoonmaken, even bril weer op de zien, tenminste wat beter. Ja. Dan ga ik even schoonmaken ook. En dan kan ik hem straks gebruiken. Nog meer wattenschijfjes. Ik heb een bak van vroeger mee van babydoekjes. Maar daar zitten scheursponsjes in van boven. Nou, dat is een mooie verhoging. Kijk, mijn spiegel opzet. Ik heb gewoon een soort scheerspiegel. Ik heb mijn epileertang mee. En die is gewoon een scheerspiegel. Ja, die kennen jullie wel. Moet ik ook nog even schoonmaken, want die staat altijd in de douche. En die gebruik ik één keer in de zoveel tijd. Dus ja, moet ik ook eerst schoonmaken voordat ik wat anders doe.
Dus ja, het komt allemaal goed. Mijn haarband die ik om mijn hoofd altijd heen heb als ik met mezelf bezig ben. Dus ja, dat is één keer in de zoveel tijd hoor. Ik heb er niet altijd zoveel zin in, maar ja, ik wil dat gewoon al even weer een keertje doen. Ja, het is veel werk namelijk en dan ben je na die tijd nog weer back-up. Je knapt je gezicht op, maar je lichaam is back-up. Je bent toch bezig, weet je. Maar oké, ik ga die schoonmaken en die spiegel schoonmaken en dan komt de rest wel weer goed. Ik zou zeggen, hou vol goede moed en tot later en geniet van je dag. Doei doei! Ja, lieve vrienden, en zoals jullie zien, heb ik ze nou met crème gedaan. In die heb ik een litteken zitten, dus ja, die wordt toch altijd anders dan, dan die. Dat heb ik ook altijd al gehad, omdat er een litteken in zit. Die ik van vroeger nog van school heb meegekregen, ja. Maar in ieder geval, ik ben er wel weer blij mee, want ik vind het wel erg netter uitzien dan met een potloodje. En mijn bril er zit wat op, wat ik weer niet fijn vind. Dan moet ik even met een theedoekje doen. Want dat mag niet met een corsetpapier, dat mag niet met keukenrolpapier, dat mag ook niet met een papieren zakdoek. Nee, want daar zit allemaal houtvezels in. Dus dan krijg je krassen op je glazen. Dus neem je daar een zachte doek voor. Om je bril schoon te krijgen. Dus geen keukenrol. Zeker weer verkeerd te wijzen. Ja, daar. Ook geen papieren zakdoekjes. Ook geen closetpapier. Uit den boze. Dus ja, dan zit er niks anders op dan een theedoek of een andere zachte doek om je bril daarmee schoon te maken. Ik zou zeggen, succes ermee. En wil je ook crème? Het is in drie kleuren geloof ik te koop. Lichtbruin, donkerbruin en zwart. En bij Big Bazaar voor één, nou ja, als je €2 hebt dan heb je genoeg. Ja, dus ik zou zeggen, probeer het uit. En er zit dat kleine bakje zit erbij, heb ik niet gebruikt hoor. Het is wel genoeg ervoor, maar ik denk, dat kan ik niet fatsoenlijk roeren. Je hebt een heel klein mini beetje nodig, maar ik heb wel dit bakje gebruikt. Ja, want dan kan ik tenminste fatsoenlijk heen en weer aan. Is er, ja. Maar hij is ook alweer schoon hoor. Ja, dat is makkelijk schoon te krijgen. Ik zal dat ook nog even opruimen, de rest is al opgeruimd. En dan gaat het toch weer, ik moet het doosje hier nog leggen. Daar gaat gewoon alles weer in. Eerst het boekje. Nou ja, en het komt allemaal goed. Ja toch? Ja. Nou, ik ben er in ieder geval zelf wel blij mee. En wat een ander ervan zegt, moeten hun weten. Ja. Ja, net wat ik zeg, die is een beetje anders dan die, maar dat komt omdat daar een littekening zit. En daar kan ik niks aan doen, nee. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, lieve vrienden, Toppie. Hun hebben nog weer anders, als je dat op die oog legt. Helemaal zo omhoog, nou, laat het gewoon met je bot, wel ja, je schedel meelopen. Dan groeien je haren toch ook en niet omhoog. Want je ziet hier al de rand van de schedel lopen. Nou, daar moet het overheen. Gaat toch niet helemaal een kilometer de lucht in? Je hoeft het op je voorhoofd niet te hebben. Nee. Maar oké, ik zal hem weer dicht doen zo. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. Ik ga even iets fabriceren voor die spin op rijkere tuigjes. Vind ik gewoon grappig. Ja, vind ik eventjes leuk. Het is bijna de 31ste, dus gaat zij in ieder geval Halloween hondje over de straat. Leuk. Natuurlijk vlog ik het even, als het een moment. Ja, komt goed, ik zou zeggen. Hou vol goede moed en...
Wees niet zo naïef om de drukte op te zoeken. Doe kalm aan. Hou het netjes. Wees lief voor elkaar. Hou afstand met elkaar en van elkaar. Dan moet het toch goed komen, jongens. Kom op. Want er zijn geen kleine kinderen die aan een lijntje vastgehouden moeten worden door die mafklappen daar in Den Haag. Nee, laat die zijn eigen gang maar kiezen. Ik kies die voor mij en dat is gewoon, ja, erop letten. Let op je op de mensen om je heen. Ga daar niet te dichtbij. Als je een praatje wilt maken met een bekende, dan doe je dat op 1,5 meter afstand. Maar mondmaskertjes, niks, dat schijnt te helpen, want dat is nog niet bewezen. Nee, moet het even maar bewijzen. En ik heb trouwens, ik hoef er niet één op. Ik heb wel. Ik heb nou die plastieke, maar ik hoef ze niet op hoor. Nee. Staat ook bij de overheid. Dus dat het niet hoeft. Ja, als je wat markeert, hoeft het niet. Nou, ik markeer wat. Ja. Maar oké, ik zou zeggen, geniet. Het is hier gek achterlijk vreemd weer. Want er kwam daarnet een donkere lucht aan dat Astrid hier nog was. Nou, je zou denken 7 dagen onweer en hagel, regen en storm. Maar wat eruit viel, dat was maar een klein beetje. Maar oké, het is nou ook weer droog en ik ga verder hero dingen doen. En ik zou zeggen, we spreken elkaar later weer. Tot dan.